Zo, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we bij het Spoorwegmuseum aangekomen. En we gaan even beginnen, want we hebben hier heel veel oude treinen. Kijk, daarachter staat nog een hondenkop, zo'n oude. Hierachter staat nog zo'n oude wagon. Hier hebben we nog zo'n oud jaar 1970 ding volgens mij. Eens kijken, kunnen we wat zien daarbinnen? Ja, een beetje. Oh, kijk nou, dit is nog het oude interieur van die treinen. Nou, hier is de SLT, daar zijn we net mee gekomen. In de vorige video hebben jullie ook kunnen zien dat we daar gingen afsluiten. Het regent heel hard, dus we gaan snel even naar binnen. Kijk, hele oude stoomtrein hier. De Long Moor. Eens even kijken hier binnen nemen in dit hok. Oh, hè? Eindelijk een keer een trein in het Spoorwegmuseum waar we in kunnen. Kijk, dit is een oude stoomtrein. Daar liggen allemaal kolen op het vuur ook hier. Ook al die dingen die vroeger gebruikt werden voor een stoomtrein. Geen idee wat dit is. Ik denk dat dit een rem is of zo. Ja, ik weet heel veel over treinen, maar stoomtreinen die zie ik niet zo heel vaak. Kijk, vroeger waren dat de oude vertrekborden. Hele grote, kijk dan. Kijk, en dit is trouwens de voorkant van de stoomtrein waar we net waren. Kijk, oude kaartjesautomaat. Hier, kijk, wil je bijvoorbeeld naar Baarn? Doe je. Even kijken, 37, 40. Nou, en dan kan je bijvoorbeeld zo eerste of tweede klas. Nou, vol tarief met korting. Vandaag geldig zonder datum. Enkele reisretour, 5 retourkaart, weet ik veel, weekendretour. En dan kon je hier muntgeld in donderen. En je pinpas. Oh, we zijn terug in de tijd gereisd in, weet ik veel, we 1800. We lopen nu in de mijn. Ik ben benieuwd wat we gaan zien. In ieder geval doodeng dit. Je ziet waarschijnlijk niet zo heel veel, maar dat komt nog wel. Kijk, hier had je een hele oude kolenbak met daarachter nog veel verder de mijn in. Oh, wat is dit nou weer? Dan heb je hier ineens een of ander raar donker hoekje. En hier ook. Pijp. Wat is dit nou weer? Zit hier ineens een heel klein bunkertje of zo? Oh, oh, zo'n wc van vroeger, ja. Ze hebben hier bij de ingang ook nog echte wc's van vroeger. Die zal ik jullie later in de video nog even laten zien. Poeh, oude werkplaats hierachter. Jeetje. En dan komen we hier zo, waar we eigenlijk voor geweest zijn. No way, we zijn gewoon bij de Arend. Dit is geloof ik de eerste stoomtrein van Nederland, toch? Ja, eerste stoomtrein van de wereld, de Arend. Hier, kijk ook hoe brede en oude sporen het vroeger nog waren, hè? Tegenwoordig is er nog maar zo'n stuk van over. Kijk, Arend. Kijk, dit is de wagon van de Arend. Heel klein hok. Is dit? Nou, en hier zat je dan zo in een heel klein hok. Nou, dit ding heeft nog een wagon. Ook weer met van diezelfde blauwe bankjes. Poeh, krakende vloeren in het hok. Oh, volgens mij was dit het. Eens even kijken. Ja, dit was het. Oh, het is tijd om even een munt uit de machine te trekken. Nou, ik ben benieuwd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, waar blijft die dan? Moet je niet doen, je loopt hier wel. Oh ja, tuurlijk. Die doe ik. Nou, opnieuw, daar gaan we. Hey! Kijk nou, een mooie spoorwegmuseummunt. Super blij mee. Kijk, nog zo'n oude SGM. En ik vraag me af wat dat nou weer voor een raar ding is. Kijk, hier zit nog zo'n oude DDAR. Kijk. Wat is dat nou weer? Zo'n hondenkop, maar dan als vliegtuig. Ja.
Kijk, we zijn weer hier zo. Daar staat die oude trein weer. Hebben we hier nog een oude trein. Hier heb je nog zo'n stuk van het DDR. Zo jongen, dit is mijn favoriete trein in het Spoorwegmuseum. Alleen je kan er niet in. Nou, dan maar zo. Trappetje, rode deurtjes. Kijk, dit was de eerste klas in dit hok. Kijk, dit was de tweede klas in dit hok. Kijk, hierachter heb je nog een oud treinhuis. Hier natuurlijk de sporen. Daar heb je ook nog hele oude treinen staan. Daar gaan we misschien straks nog heen. Er staat ook die hondenkop weer. Ook nog heel oud. Ook nog allemaal oude wagonnetjes en zo. En de rode deur ook. Hey. Hier nog een slagboompje. Nou, hier hebben we weer heel veel oude treinen staan. Het is hier trouwens heel rustig, want het regent echt heel hard. Lekker slim idee om het ook weer op deze dag op te nemen. Kijk, dit was ook nog voor wissels, wat ik net ook al heb uitgelegd. Je trekt je dan zo aan en al die dingen. En dan komen we nu bij een bijzondere trein. Dit is namelijk een trein uit de Tweede Wereldoorlog. Nou kijk, toen in de Tweede Wereldoorlog werden mensen opgepakt en werden ze in dit soort treinen gedumpt. Dan gingen ze naar concentratiekampen toe en zo. Eens even kijken wat hier binnen zit. Nou, in zo'n trein zat je dan dagenlang opgesloten. Onderweg naar het kamp. Zie je ook heel koud, alleen maar houten vloer, geen eten, geen drinken, niks. Oh, kijk nou, een oud hok waar we in kunnen. Wat leuk. Nou, eens kijken. Blok Arnhemse straat. Nou, wat is hier binnen? Nou, tv'tje. Dan heb je hier een telefoon. Oh, die hangt vast. Ook kapot. Nog wat oude schakelaartjes die het nog wel doen, zo te zien. Hier buiten heb je ook nog van die wisseldingen. Allemaal oude dingen en zo. Hier heb je nog zo'n ding. En heb je daar natuurlijk ook spoor. Telegraaf. Oh. Kijk, dan hebben ze daar buiten ook nog allemaal slagbomen natuurlijk. Dan kan je bijvoorbeeld overgang 1 open en dan sluiten. Overgang 2 open en sluiten. Super grappig dit. Tijd om even op de handkar te gaan. Nou, je komt totaal niet meer vooruit met dat ding. Ik ga hier staan. Oh, en dan gaat hij wel die kant op. Nou, Nou, even knallen tegen het blok aan. Boom. Nou, dit is trouwens het spoortje hierachter waar die mini-treinen rijden. IFM de regen rijden die dingen helaas niet omdat het hele spoor overstroomd is en dat kan dan gevaarlijk zijn. Daarachter staat nog wel een andere trein en daar verderop in de tunnel, maar daar kan je niet zien, staan nog andere treinen. SGM, die is sinds 2021 rijdt dat hok niet meer. Super jammer, want dat was ook nog eens mijn favoriete sprinter. Al die leuke treinen die gaan eruit, echt waar. Nou, kijk dan. Zo, tijd om even door de koninklijke trein heen te lopen. Hey, zag je net dat ook de koningin? Kijk eens, ook een stapelbed. Zo heet het. Nog een stapelbed. We gaan hier weer uit. Ja, zet je er niet aan zonder, want ik kan er ook gelijk naar. Ja. Oh, deze gaat wel doen. Kijk, de rug erin houden. Thank you.
ophouden. Wat ga ik doen? Ik zat net eens trein te besturen en het stond gewoon een rij van 3 kwartier. We zijn nu weer bij de volgende trein en dan gaan we even naar binnen. Nou, daar gaan we dan. We beginnen hier zo meteen met van die klapstoeltjes. Nou, lekker zitten. Nou, de klapstoelen zijn keihard. Ja, het is zelfs derde, kijk, het is zelfs derde klasse nog van vroeger. Nou, stoelreview. Ik ga lekker zitten. Zo, nou, ze zeggen wel derde klas, maar ik vind het echt kei lekker zacht. Het lijkt wel eerste klas. Alleen dan zonder armleuningen. Kijk, vroeger kwamen ook al die dieseltreinen kwamen hier naartoe, naar dit spoor. Kwamen hier parkeren aan. Die kwamen dan zo hier langs. En die kwamen dan zo hier langs. En dan werd zo een trein volgetankt. Alleen jammer dat het nou weer vasthangt. Hier werd dus een trein getankt. Had je hier ook nog iets? Kijk, grappig. Kijk, van toen we in de kolenmijn zaten, zag je zo'n oude wc. Kijk, waar ik het over had. Dit is zo'n oude wc, zo'n gat, weet ik hoe dit werkt. Hier waren we een soort bank met een gat erin. Dat zijn die wc's die we ook in de kolenmijn zagen. Nou, dames en heren, wij gaan de video hier afsluiten, want ja, onze trein komt zo over een half uurtje, het regent. We hebben alles gedaan, het is druk. Niet alles helaas. Dus we sluiten de video hier af. Als jullie willen zien hoe wij terugreizen naar Den Haag Centraal, dat zien jullie in de volgende video. En voor nu zeg ik doei!